Het wordt binnenkort Vaderdag. Hoe kunnen ze jou nou het blijst maken? Mij kunnen ze het blijste maken door gewoon bij me te zijn. En ze zijn altijd bij me, de kinderen. Lekker bij me te zijn. Ja, ze zijn een beetje te groot om te zeggen van kom even lekker bij me in bed liggen. Want ja, de een is 20 en weegt 110 kilo. Die heeft een beetje mijn postuur. Dus dat is niet een wens. Maar als ze er zijn en ze nemen heel veel cadeaus voor hun vader mee, dan ben ik heel blij. Ben je nou echt zo'n trotse vader? Ja, ik ben heel trots. Mijn zoon is vandaag geslaagd voor zijn opleiding. Hij gaat nu verder ook met fotografie, maar ook met video-editor wil hij gaan worden. Dus hij is geslaagd. Dus ja, de dag kan eigenlijk niet meer kapot. Dus binnenkort komt hij bij ons stage lopen? Ik hoop het. Ik heb wel een balletje opgeworpen. Ik heb ook al gekeken waar de trein stopt in Steenwijk. Het is voor hem een klein stukje lopen. Dus ik denk wel dat er binnenkort helemaal een vervalsplaag wordt daar bij TV Oranje.